Goedenavond, dames en heren. Welkom op het wekelijkse webinar van het Belgisch crypto-platform Bit4U. Vandaag zijn we al aan nummer 20, Gwen, dus het gaat snel voorbij. Ik moet zoals elke week Gwen Busseniers even voorstellen. Samen met haar ga ik de crypto-actualiteit bekijken. Sorry. Zij is oprichter van Cryptoschool en bekijkt de markt met een kritische blik, dat mag ik toch zeggen. Hè? Dag Gwen. Hey, dag Francis, dag iedereen. Inderdaad. Zoals elke week moet ik wel eerst even kwijt, dus dat we geen financieel advies geven. Dit webinar dient enkel ter informatie. Het was een vrij rustige week, de voorbije week moet ik zeggen. Eerder koersen die naar beneden keken in plaats van naar boven. De zware verliezen van de week ervoor hebben dus geen massa kopers op de been gebracht. Maar vandaag zien we toch weer een serieuze beweging, neerwaarts gericht weliswaar. De rode kleur overheerste met de meeste munten die toch 8 à 10% verliezen vandaag. Vanwaar die verliezen en algemene zwakte, Gwyn? Technisch analytisch gezien is het gewoon de voortzetting van wat we de voorbije week al zagen. Dat zijn die long liquidaties. Dus de markt was echt een beetje te oververhit, zou ik het zo maar zeggen. Je hebt natuurlijk overstretched, inderdaad. Je had natuurlijk wel een beetje de FUD uit Turkije, die bijvoorbeeld crypto aan banden wou leggen, maar niet toevallig Turkije wilde ook beginnen met zijn eigen CBDC, zijn digitale lira. Voor hetzelfde verhaal, Christine Lagarde van het Europese IMF, die had ook kritiek, want die zei dus dat cryptocurrencies, en ik quote, hoogst speculatief en verdacht waren. Stablecoins vond ze wel goed, maar ook weer al CBDC. En in Amerika is er ook weer al van alles gezegd, ook in de aanloop van CBDC's. Dus ik denk dat de overheden en hun CBDC's de concurrentie willen aangaan met crypto. Ja, en er is nog altijd, zeker in de Verenigde Staten, die sluimerende vrees voor een striktere reglementering. Ja. Wat heb je daarvan gehoord? Wel, ja, er was natuurlijk al die zaak met de SEC, met Binance. Nu, deze week is, weer al naar aanleiding van de digitale dollar, hebben zij dus een CBDC-rapport naar buiten gebracht. En in dat rapport staan drie dingen die eigenlijk een beetje... Ze willen crypto gaan reguleren. Natuurlijk ook, ze willen die concurrentie met CBDC wegnemen. Dus wat willen ze eigenlijk gaan doen... Ze willen daar een stempel op duwen die hun wettelijke middelen gaat geven om crypto ja, een beetje te beteugelen. Dus ze willen het gaan bestempelen als een financieel risico. Dan zouden ze bij wet recht hebben om, om dat in te perken. Ze willen het gaan bestempelen als een security. Dus een security moet je meer vergelijken met een aandeel. En ja. Het traden van security tokens is verboden in de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant zitten ze ook met de institutionele vraag naar stablecoins. En dan zouden ze eigenlijk een beetje die hete aardappel willen doorschuiven naar de banken. Dat vragen de institutionele eigenlijk ook wel. Dat we zeggen, van kijk, die stablecoins zouden via de banken kunnen gaan. En de banken moeten dan maar uitvloeien of het allemaal volgens de geplogendheden verloopt. Dus ja, de discussie moet volop en het zal nog niet gedaan zijn. En we zagen vandaag ook een algemene zwakte op de financiële markten. Dus de Nasdaq bijvoorbeeld valt bijna 3% terug. Hè. Dus technologie-gedreven index of beurs. We zien in China wat problemen, dus met een conglomeraat, Evergrande, die mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Hangen die twee samen, dus de zwakte op de financiële markten en die zwakte op de cryptomarkt? Hey, een algemene uitverkoop, en het maakt dan niet uit wat het is? Goh, ik ben een technisch analist, dus ik zeg altijd, het zijn de cijfers, maken het nieuws en niet omgekeerd, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar het is wel zo, die Evergrande, je mag niet vergeten, dat is een bedrijf dat heeft momenteel 260 miljard schulden. Geen enkel bedrijf ter wereld heeft momenteel zoveel schulden, en ze kunnen dat niet meer cash settelen. Dus ze waren nu al schuldbekentenissen aan het uitschrijven, maar daarna met de schuldeisers ook geen genoegen. Nu zijn ze hun vastgoed in uitverkoop aan het gooien, ik zal zeggen, prijzen tot min 50%. Maar moest die mastodont vallen, ja, je weet, de bankencrisis is ook begonnen met de Lehman Brothers. Ja.
Iedereen heeft natuurlijk de schrik goed te pakken om terug een domino-effect te krijgen, want China is een grote speler op zich. Dus ja, dat creëert nervositeit. En tuurlijk, als de traditionele markten nerveus zijn, dan ga je dat ook zien in crypto. Je had het al even over stablecoins. Er gaan ook stemmen op om die coins aan banden te leggen. Wat denk je hiervan, Gwen? Voor Europa? In Europa, maar ook in de VS zou men daar toch wel een rem op zetten. Ik vind niet dat ze moeten geremd worden, want ze hebben zeer duidelijk voordelen. Ik bedoel, het is dankzij, ik zou het maar omdraaien, het is dankzij de stablecoins dat de gewone overheden het nut van een CBDC hebben ontdekt of versneld. Dus ik zou het jammer vinden, moesten ze ze verbieden, maar ik ben het er wel mee eens dat er een regulering moet zijn die op zijn minst garandeert dat het onderpand verzekerd is. Ja, dat de stabiele coin echt wel stabiel is. Dus daar ben ik volledig mee mee. Om het te gaan beteugelen in eigen voordeel van de CBDC, ja, nee, daar kan ik het niet mee eens zijn. Je haalt die CBDC al een paar keer aan. Kan je kort even uitleggen voor wat dat staat? CBDC staat voor Central Bank Digital Currency. Dus de digitale munt van de centrale bank van elk land, of in ons geval van Europa. Dus in plaats van een gewone euro, of dat die nu op je, in cijfertjes op je computer staat of in je portefeuille, gaan we nu naar een digitale euro. En het verschil is dat die rechtstreeks van bij de centrale bank komt. Dus de gewone lokale bank als tussenschakel wordt uitgeschakeld. En het voordeel zou zijn dat in geval van, zoals een pandemie, zoals COVID, dat de steunmaatregelen, dus het geld dat ze hebben bijgedrukt, rechtstreeks naar bijvoorbeeld ondernemers kan en dat je geen tijdverlies hebt. Ja. Nu terug naar de markt. En vooraleer we even de grote munten van dichterbij bekijken, zou ik toch eerst en vooral eens willen stilstaan bij een nieuw kid on the block, Solana. We hebben er al verschillende keren over gepraat. Maar vorige week ging op een bepaald moment het licht uit van Solana en konden er geen transacties op het netwerk plaatsvinden. Hoe is dit kunnen gebeuren en hoe ernstig is dat eigenlijk? Wel, ik denk dat het een, moet ik zeggen, ik zou het noemen, groeipijnen of kinder. Ja. Ik denk iets, hoe is dat kunnen gebeuren? Allee, ik ga niet de technische geplogenheden zeggen, maar ik bedoel, zo een munt die op zo'n korte tijd ontploft, vroeg of laat, ja, elke nieuwe coin of vrij nieuwe coin, die zal op een bepaald moment wel eens een keer een probleempje ondervinden. Ik ga daarom niet die munt afkraken, verre van. Het is nog een jong kindje in de markt die het wel keigoed doet. Maar ja, dat kan gebeuren. Nu, het was vrij snel opgelost, had ik ook verstaan. Dus ik zou daar niet te veel belang aan hechten. En de correctie die we ook zien heeft niks te maken met die technicaliteit. Dat is gewoon Solana. We gaan dat zelfs zien in de grafieken. Is dat zo hard stijgt, komt even hard naar beneden. Ja. Dus geen man overboord. Nee. En wat zijn de gevolgen geweest voor de koers? We zullen de grafieken er eens bij nemen. Hè? Solana. Dus we zitten hier op Solana. Nu, ik moet wel zeggen, wat de hele cryptomarkt ondervindt ongeveer hetzelfde momenteel, namelijk dat we die eerste drop hebben gehad, de voorbije week, dan wat zijwaarts en nu eigenlijk in een tweede drop of zijwaartse beweging zit. De vraag is, hoe ver gaan we gaan? En dat zien we in alle munten, dus ook in Solana. Dus in Solana, we zitten hier op de dagelijkse. Je ziet ook zoiets dat echt parabolisch omhoog schiet. Dat valt in onder zijn eigen gewicht, zeggen ze. Ja? Als iets recht omhoog gaat, welke munt het ook is, dat moet snel zakken. Als we de Fibonacci's erbij pakken, dus ik heb hier een retracement gepakt van aan de basis van deze laatste wave, dan zitten we nu op de 382, dat is een klassiek ondersteuningslevel. Maar ik ben gaan zoeken in mijn RSI, ja, je weet, dat is mijn stokpaardje. En ik ben heel ver terug gaan kijken, ik denk tot in november van 2020, om deze trendlijn te spotten.
En mijn vermoeden is groot dat we deze terug gaan opzoeken. En dan denk ik eerder dat we naar de 6 en 8 gaan gaan, dus op rond de 94. Of zelfs in het uiterste geval de 0,786, die is op 61. Dat is mijn opinie, geen financieel advies, maar als ik dit zie... Ja. Het is ook geen abnormale correctie in crypto-termen natuurlijk. Hè? Pas op, dat is dan eigenlijk nog maar de koers van anderhalve maand of twee maanden geleden. Dus ja, dat is nog niet... Is, ik zeg het, iets dat zo hard omhoog gaat, dat is volledig normaal dat het even hard naar beneden gaat. Ja, ja. En wat nu met die grote munten, dus Bitcoin en Ethereum? Ja. Beide zijn er niet in geslaagd om het herstel van de inzinking door te trekken. De inzinking van de week, niet vorige week, maar de week daarvoor. En hoe ziet het technische plaatje er voor de Bitcoin uit, nu we weer duidelijk onder de 50.000 zitten? Wel, ik ga beginnen. Deze is een weekgrafiek. Ik ga die een beetje groter maken. En zelfs gaan we hier op detail op deze prijsactie inzoomen. Wat ik vooral opmerk is hier, dat is die MACD. Ja, die MACD die heeft een beetje positief opgetikt, maar is nu weer al naar beneden aan het tikken. Die kan hier op die nullijn, ja, als die de nullijn bereikt, kan die evengoed terug naar boven schieten, maar ook evengoed naar beneden. Dus daarmee dat we eigenlijk een beetje wel een paar spannende dagen gaan doorgaan. We gaan eens even naar de daily kijken. Oké. Dus vorige week zaten we hier in ons support, want we kwamen van beneden. En je ziet, we zijn nu netjes de volgende zone ingegaan. En hier, onderaan in de RSI, zien we ook dat momenteel hier... We zijn momenteel daardoor aan het gaan. Nu, de dag is nog niet voorbij. En zelfs al zouden we die doorbreken, dan is er nog altijd geen man overboord. Want, dan moet je zo gaan denken, dit was de vorige low. Ja. En dan kan je hier een horizontale trekken. Zolang dat dan de RSI hier terugkomt naar die horizontale of 100, maar de prijs blijft erboven, dan heb je iets, dan noemen ze hidden, verborgen, bullish divergence. Dus de RSI gaat verder naar beneden, maar de prijs is hoger. Dus eigenlijk krijgt die RSI, die maakt ruimte om naar omhoog te schieten. Dus dat is iets waar we vandaag en morgen naar moeten gaan kijken. Van kijk, die RSI, komt die even laag of lager? En die prijs, waar zit die hier? Het kan even goed zijn dat we nog doorzakken naar hier de 618, die momenteel op een 38.000. Maar het liefst van al zou ik toch graag zien dat we hier terug naar deze zone gaan, zo rond de 46.000 deze week. Daar zou ik toch graag terug boven gaan, want anders dan, ja, zou het kunnen dat we terug meer het scenario naar beneden moeten gaan bekijken. Ja, ja. En hetzelfde beeld bij Ethereum dan, vorige week nog gezwind door de $3.500, maar kon uiteindelijk de winst niet vasthouden. Zit er weer een langere periode van zwakte, dat we toch eerder dit jaar al gezien hebben? Wel, zit hier, dat er weer aan te komen? Ja, wel hier net hetzelfde. Dus alle coins zie je momenteel naar beneden gaan, zijwaarts en terug naar beneden. En bij alle coins is de vraag, wat gaan we hier doen? En dat is allemaal wel, ook hier zie je die RSI, die trendlijn die we vorige week hadden getekend, daar zitten we nu pal op. Als, en ik ga nu even die tekeningen terug wegdoen. Dus de traditionele dinsdag, morgen ja, dus. Dus maandag en dus dinsdag en woensdag deze week wordt het spannend. Dus als, het mag van mij zelfs nog naar hier gaan, hè. Maar die prijs, die mag. Ja. Zolang de prijs hierboven blijft, dan heb je ook weer hidden bullish divergence. Hè. Dat hij dat doet, dat is geen probleem, maar de prijs mag gewoon niet hier doorgaan. Ja. En dat hier is toch nog een flink stuk naar beneden. Hè? Ja. Dat is wat dat ik persoonlijk vermoed dat er gaan gebeuren, dat we een soort hidden bullish divergence gaan krijgen. Dat kan, dus dat die prijs naar beneden gaat, maar dat maakt ook wel dat we een signaal gaan krijgen dat de markten wel zullen recoveren, zich zullen herstellen. Hè? Mm-hmm. Ja. En we kunnen ze allemaal erbij roepen, maar je gaat overal
een zelfaardig Ja, wel, ik zou er nog graag eentje bijroepen, Cardano, de derde grootste munt op basis van marktkap. En het feestje lijkt daar toch stilaan ook voorbij, want de voorbije week verloor de munt toch een kleine 15%. En sinds zijn topniveau is er toch ook al 30% af. Maar ook weer, hè? Wat zeg je, Gwen? Dat is ook weer hier, hè? Je hebt hier zo'n enorme stijger gehad. Kijk, hier weer al, hè. Dat patroon stijl naar beneden, een beetje zijwaarts en terug hier. En ik denk dat ik, hier heb ik deze trendlijn getekend onderaan, die teruggaat tot ook oktober. Dus we hebben hier nog wel wat ruimte voor naar beneden te gaan. En dan zitten we aan deze blauwe lijn, hè, aan dit blauw vlak. Dus zolang dat de RSI, die mag hier doorgaan, zolang dat de prijs hier maar onder blijft, weer al hidden bullish divergence. Dus... het is overal hetzelfde. Ja. Bij Cardano ben ik vooral deze bovenste hier aan het kijken. Of dat we hier niet een third touch gaan krijgen. Ik zal dat een beetje uitzoomen, dat dat duidelijk is. Want stel dat we deze zouden verlengen en dat we niet dit gaan doen. Dat is iets waar ik op lange termijn in de gaten aan het houden ben. Ah, oké. Oké, dan. Dus bij alle munten een beetje hetzelfde technische beeld. En ja, afwachten morgen, de markt in synchroon, zoals ze zeggen. Ja. De voorbije weken hebben we het ook uitgebreid gehad over NFT's en hun succes. Maar nu blijkt er toch een smet op het blazoen van een van de grootste platforms voor NFT's te komen. Er zou handel met voorkennis zijn gebeurd. Weet je hier iets meer over, Gwen? En als dat zo zou zijn, hoe is dat eigenlijk mogelijk dan? Wel, het is inderdaad een van de grootste platforms die een van hun medewerkers, dan nog wel de productmanager, eigenlijk heeft een buitenstaander die kunnen betrappen op het feit dat hij treedt met voorkennis. Dus wat heeft hij gedaan? Hij kocht in voor de lancering. En eens dat de marketing door het platform was gedaan, bood hij zijn NFT aan een factor maal 20, maal 100 aan. Nu, hoe kan dat gebeuren? Dat is heel simpel. Treden met voorkennis is verboden in alle traditionele markten, maar die reglementering is er nog niet in crypto. En dit vind ik wel een zeer zware fout van het platform. OpenSea had dit niet staan in hun beleid. Ja, in hun personeelsbeleid stond niet dat er niet getraind mocht worden met voorkennis. En ze hebben dat nu toch wel snel aangepast. Ik dacht van, ja, dat is en wel een essentieel puntje, lijkt mij. Ja, wat is er met die persoon gebeurd uiteindelijk? Want, ik weet het nog niet, maar ik kan me best indenken dat hij zijn C4 gaat krijgen. Ja, maar eigenlijk niet gestraft worden, want hij heeft niks... Bij wet heeft hij niks verkeerd gedaan, nee. Nee, dat stond zelfs niet in de bedrijfspolitiek. Dus ja... Maar ik zie dat is een probleem. Bijvoorbeeld Binance, die al onder sterke... die de aandacht heeft van menig regelgever, zal ik het zo zeggen, heeft nu een volgende zaak aan hun broek. En dat heeft ook weer te maken met personeel dat met voorkennis zou getraind hebben. Dus ik denk dat alle platformen, die zijn nieuw, maar die moeten als bedrijf ook nog, denk ik, hun eigen personeel een beetje strenger... Ja. Beteugelen of reguleren. Dat zijn natuurlijk allemaal... Dat is koren op de molen, zou ik maar zeggen, van de regelgever die er wat snelheid moet achterzetten om daar toch voor te zorgen dat dergelijke uitspattingen niet gebeuren. Niet tegenstaande dat ook schering en inslag is geweest en nog eens op de gewone financiële markten en bij de grote financiële instellingen. Dat is ook allemaal... Ja, maar ik denk ook dat... mensen vergeten, laten we zeggen, in kwestie van evolutie, hè, als je crypto vergelijkt, zitten we nu aan het internet zonder websites. Daar zeg ik altijd, in die fase zitten we. Dus ondanks dat er al druk gespeculeerd wordt en dat het razendsnel technologisch evolueert, mag je ook niet denken dat we al veel verder zitten dan dat. Dus het is logisch in deze fase dat er gezocht wordt, gewikt, gewogen, dat er fouten worden gemaakt. Ja, kan niet anders. En dat is een van de dingen die je moet aanvaarden als je investeert in deze sector. Ja, ja. Oké, dat nemen we mee. Ik heb ook nog een vraag gekregen van de luisteraar. Aarzel trouwens niet om ons uw vragen te laten geworden. We gaan die dan zo snel mogelijk
behandelen. En de vraag is, waarom maakt de onderwereld zo graag gebruik van cryptomunten? Verschillende redenen. Laten we zeggen dat natuurlijk anonimiteit het grootste voordeel is. Dat is één. Dus als, en twee, dat is de onomkeerbaarheid van transacties. Dus als jij, voorbeeld één, hè, als jij, zoals er vaak gebeurt, op een advertentie hebt geklikt en je krijgt telefoon en ze gaan voor jou een cryptorekening open, ze gaan jou helpen, ze ontfutselen al jouw gegevens. Ze kopen voor jou, want ze zijn heel dienstvaardig, kopen ze voor jou bitcoin. Jij gaat offline, zij loggen in. En dan sturen zij de bitcoin van jouw adres naar hun eigen wallet. Dat is diefstal. Maar die eigen wallet, ik denk in het beste geval, kan je misschien nog, kan de justitie misschien nog een IP vinden. Maar ja, justitie, dat is ook al zoiets. Hè. Crypto is wereldwijd, maar er bestaat geen wereldwijde organisatie die dit gaat aanpakken. Dus justitie loopt wereldwijd achter om deze maffia aan te pakken. En dan nog, zij hebben dan die crypto overgeschreven naar hun eigen wallet. En dan hebben zij verschillende stroommannen overal ter wereld, die via zo'n ATM, zo'n bankcontactachtige toestellen, gaan zij een papiertje afdrukken. En dan is het voor eeuwig. Er bestaan ook wat ze noemen mixers. Dan ontvangen zij die bitcoin en van die mixers gaan die bitcoin via allerlei mixen, via oneindig veel adressen. En ja, zoek het maar uit. Ik denk, ja, ook weer justitie wereldwijd loopt achter om dit te kunnen aanpakken gewoon. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik heb deze week nog mensen gehad op mijn Quora. Op mijn Quora krijg ik geregeld mensen die vragen stellen. Dat mag, mogen jullie altijd. Die zeiden van, kijk, ik ben voor zoveel opgelicht. Ik weet de man zijn naam, ik weet zijn IP, maar de politie stuurt mij wandelen. Ik zeg niet dat ze dat slecht bedoeld doen, maar gewoon dat ze niet weten wat er mee doen. Die man kan ik alleen maar aanraden, rapporteer het bij de FSMA, maar ook de FSMA is maar een, moet ik zeggen, daar kan je rapporteren, die gaan niet actie ondernemen. Ja, dus crypto niet vergeten, jij bent je eigen bank, jij bent zelf verantwoordelijk en in die zin sta je er ook alleen voor. En om de webinar van vandaag af te sluiten, hoe moet een belegger op een dag zoals vandaag met heel zware verliezen, hoe moet hij daar eigenlijk op reageren, volgens jou? Je hebt toch al veel van die rode dagen gezien, hè? Dus ik vermoed dat je wel weet hoe je... Ja, laten we zeggen, deze dagen onderscheidt de zwakke van de sterke handjes. Hè? Zoals ze zeggen, ze spreken ook van de gouden handjes of de diamanten handjes, dat zijn hodlers. Je gaat dat ook zien bijvoorbeeld bij Ethereum nu. Hè. Bij Ethereum heeft 87% houdt al 3 maanden vast. Dat is een record. Maar dat is natuurlijk aan DeFi, aan NFT's. Ja. Maar ze spreken altijd van gouden handjes. Dat zijn mensen die lange termijn vasthouden. Dus die, ik zal niet zeggen dat ze zich niks aantrekken, maar die laten dagen zoals vandaag aan zich gewoon voorbij gaan. It's another day. Walk in the park. En dan heb je natuurlijk de mensen die gaan swingtraden en die hebben hun stoplossen. Het is één van de twee. Dus ofwel weet je, ben je een lange termijn en zeg je van kijk, dit past nog in mijn plan, dit is een aanvaardbaar verlies en we wachten gewoon tot alles terug naar boven gaat. Ofwel heb je een strategie, hodlen is ook een strategie, maar ofwel heb je een strategie kortere termijn en heb je een stoploss ingezet, hoop ik. Wat natuurlijk dit heeft veroorzaakt, dat zijn de derivatenmarkten. Dus je mag niet vergeten, het grootste geld in crypto zit in de derivaten. Dus in futures, in opties. Niet in het spottraden. Spottraden is als jij een account hebt op Bit4U, op een Binance. Dat is spottraden. Je verkoopt aan elkaar. Maar er zit veel meer geld in die derivaten en daar gaan mensen lenen om te spelen. Ja, ja. En als dat te veel is, dan krijg je de Lehman Brothers of de bankencrisis in het klein. Als er te veel gegokt wordt, dan wordt dat afgestraft. Dus nu waren er te veel mensen die aan het gokken waren op een stijging. En dat wordt afgestraft en dan krijg je een cascade, een sneeuwbaleffect naar beneden. En de spotmarkten, die volgen, want er is arbitrage. Dus arbitrage, dat kan ik ook even uitleggen, dat is het verschil uitspelen tussen... tussen markten of tussen exchanges.
En daarmee dat die altijd elkaar uiteindelijk in balans gaan trekken. Als Bitcoin, zoals bijvoorbeeld het mooiste verhaal, dat was op het einde van de bullrun van 2017, heeft Bitcoin, ik denk op de meeste Amerikaanse en Europese exchanges, iets van $20.000 bereikt. Maar één Filipijnse exchange, die had $24.000. Ja, had je je Bitcoin rap naar die exchange overgeschakeld, dan had je nog eens 20% extra. Dat is arbitrage. En dat maakt ook dat de markten zich altijd gaan uitbalanceren. Maar zo grote verschillen zijn vandaag, nu de markt toch al een beetje meer ontwikkeld is, zij zijn toch moeilijk te vinden? Of haast onmogelijk nog te vinden? Momenteel niet. Dat voorbeeld dat ik nu aangaf is heel extreem. En dat zal je, denk ik, voor spot enkel terugvinden op het einde van een bull market. Ja, maar ik denk, maar in de derivatenmarkt of in de opties, ja, daar zit je dan weer met de premiums. Dat is een ander verhaal. Dat is ook te complex voor een gewone man of vrouw die het wel wil beleggen in crypto. Maar onthoud gewoon dat het wel de markten corrigeert. Oké. Bij deze, Gwen, zijn we aan het einde weer gekomen van onze webinar. Bedankt voor de uitleg en we zien elkaar volgende week. En we houden vooral morgen en overmorgen de markten in de gaten. En zien... Moet die RSI-lijn in de gaten houden. Ja. Oké, Gwen. Dag iedereen. Ja. Volgende week.